Ja, ik mis het. Ja. Zo. Even kijken. Goed. Oké, u kunt. De bedoeling is dat het tot 12 uur zit? Ongeveer 12 uur. Als het iets eerder of iets, dan maakt niet uit. We zijn niet zo jekkies. Nou, begin voor jezelf. Ik misschien wel. Ja, ik normaal ook. Voor mezelf, andere dingen. Oké, dan beginnen we met een kop koffie. Ja, dat is wel. Waarom gaat dat dan naar Jeroen en Bergolam, Sjakov, Nihie, Bitvaro? Oh, nee. En dat is voor vandaag heel toepasselijk. Dus vandaag Gai Elo. 18 Elo. En dat wordt ook genoemd Gai Elo. En een van de redenen waarom dus deze maand als Gai wordt genoemd. En de andere maanden kennen we dat eigenlijk nog niet. We spreken over Gai Nisan, Gai Siwan enzovoort. Bij Elo is dat heel speciaal. Omdat Gai Elo is de geboortedag van de Baal Shem Tov. En ook de geboortedag van de eerste, van Rabbi Shneur Zalman, de eerste Chabad Rebbe. En ja, verjaardag is natuurlijk altijd leuk, altijd mooi. Afhankelijk welke inhoud je daaraan geeft. Maar het is van de Baal Shem Tov. Is dat willen we vandaag nog extra benadrukken. En dan hebben we een tekstje meegebracht. En dat is de bedoeling dat we dat gaan leren. Nou, die jij het van mijn schoonvader. Nou, kan je ook zeggen. Oh ja? Ik dacht dat dat zeg ik ook niet wel. Heeft hij ook wel gekend? Niet gehoord. Oh, sorry. Hij zegt net. Dit is vandaag de jaartijd van meneer Laufer. En van mijn vader. En van zijn vader. Nou, ja, nog meer. Mijn vader is in Auschwitz vandaag. Ja, meneer Laufer. Stond dezelfde rij in schoen. Nou, ja, daarom zeg ik ook. Herman stond naast me. Ja, zo wil hij niet meer genoemd worden. Nee, toen was hij nog Herman. Toen was er nog Herman. Een paar plaatjes naast mij. En later werden dus het Zwie. Maar dat zijn dus allemaal herinneringen aan vroeger Rotterdam. Maar daar gaan we dus niet van. Nee, maar goed, hij vertelt het net. Daarom zeg ik dat u heeft hem gekend. Dus, 17 jaar alweer. Dat moet zo staan. Ik zie nog zo'n lucht voor hem. Goed, dan gaan we dus beginnen met regel 1. Ben jij dat daarom? Je zult vandaag weten. En niet alleen maar die al weten. Dan weet je iets en dan is het misschien weer weg. Ja. Nee, het is goed. Nee. Dat was al. Moet ik opnieuw beginnen? Nee. Maar ik zit wel een beetje uit de Maar ik wil het even een beetje in de gaten houden. Zo goed? Nou, vooruit. Voor mij maakt het niks uit. Nee, daarom. Goed, dus we begonnen met die zin van vandaag weten. Waar je wilt daar helemaal weg gaan. En je zult dit ter harte nemen. En wat dan wel? Ki Hashem, hoe Elohim. Dat Hashem is hetzelfde als Elohim. En waar is dat het geval? Zowel bij Shamayim Imaal, in de hemel, hemelum boven, of Shamayim is een meervoudswoord, bij al haar arbeids en op aarde, één oud, verder is er helemaal niets. Dat ik dus zeg dat we deze tekst vandaag gaan doorlezen, komen we op regel 5. En daar staat in negatief, de olam Hashem de waregan itzav bashamayim. Dus een pasuk. En daar in Tehillim. De langste Tehillim die we hebben van nummer 119. Kuf Yud Tet.
En daar staat, le'olam, altijd Hashem God, de Baracha, uw woord, nitzav bashamayim, staat in de hemelen. Wat wil dat zeggen? Ufirus haba'al shem tov, dat is de reden onder andere waarom ik deze tekst voor vandaag heb gekozen. De Baal Shem Tov heeft uitgelegd, zichon olivraga, ki de Baracha, dus uw woord, she'amarta, het woord waarmee u gezegd hebt, Yehi Rakia, er zal een uitspansel zijn, betoch hamayim, te midden van het water, tevot, ve'otiyot elu, deze woorden en de letters waar die woorden uit bestaan, heen nitsavot, die staan, en we omedot, het is een woord eigenlijk staan stevig, en we omedot, ook een woord van staan, le'olam, altijd, betoch rekia hashamayim, in dat uitspansel. Dus Hashem zei, laat er een uitspansel zijn. En dat is niet een eenmalig gebeuren van zoveel jaar terug. Maar dat is iets dat zich dus elk moment herhaalt, elk moment in stand houdt. En de woorden van die tekst, die zijn als het ware aanwezig, betoch kora rekiim, in alle uitspanselen. Le olam, voor altijd, lahagiotam, om die te doen leven. Dus het bestaat alleen dankzij het feit dat het elk moment wordt herhaald. En dan gaan we naar regel 10. Ki ilu hayu ha'otiyot mistalekot kerega chaswa shalom. Namelijk, in het geval dat deze letters, waarmee dus de hemelen tot stand zijn gekomen en nog steeds bestaan, maar als die mistalakot zou verdwijnen, kerega, al was het maar voor één moment, hayu kol hashamayim ayin ba'efis mamash, dan waren de hemelen volkomen niets meer. We hayu kolo hayu, en ze zouden zijn zoals ze eens niet zijn geweest, klauw. Ugebo, kodem mama yirakia, zoals dat het geval was, voor dat Hashem zei, je hierakia later een uitspansel zijn. Dus dat is wat het, hier duidelijk wordt gemaakt wat betreft het bestaan, ontstaan, het bestaan, voortbestaan van de hemel, de hemelen. Maar dat geldt niet alleen voor de hemel, maar op regel 13, begeen, begol ha beroeim. Dat geldt voor alle schepselen. She begol ha olamot. Die in alle, welke werelden dan ook aanwezig zijn. Welke werelden, globaal gesproken, op regel 14, de Elyonim, de hogere werelden, we Tachtonim en de lagere werelden. Maar Afilu en zelfs Eretz Halazu Hashgashmit, deze stoffelijke wereld, en in de stoffelijke wereld, zelfs nog begin dat domein, mama's, de als het ware levenloze dingen die er zijn, steen, ik zeg, vaak wordt er gesproken over de vier niveaus. Je hebt de Adam, de mens, dan heb je de wat lager, als dat tussen aanhalingstekens mag zeggen. En geen probleem meer met de dieren oproep. Dan krijg je dus de gajot, dus de dierlijke wereld. Daaronder heb je de someach, de plantaardige wereld. En dan heb je, daar zitten in de planten zit ook levenskracht, het groeit. Ja? En bij dieren is helemaal vanzelfsprekend. Maar we hebben ook dus het domein, de zwijgende. Dat wil zeggen datgene wat geschapen is, wat bestaat. Maar er zit geen beweging in. Maar ook als het ware dat het goddelijke woord daarin zo is verborgen. Maar toch, op regel 15 nogmaals. Ilu hayu mistalakot mimena kerega chaswa shalom. Als ook maar voor één moment, dat was daarbij God bewaar, zouden verdwijnen, ha'otiot, die letters, me'asarama amarot, die letters van die 10 uitspraken waarmee alles tot stand is gekomen, die, wat zat hier ook staat, shebahen nevret ha'aretz, waarmee de aarde
ook tot stand is gekomen. En dat was Beseshet Yemei Bereshit, in de zes dagen van de schepping. Nou, in dat geval, Hayeta Chozeret La'ayin Wa'efes Mamash, waren de hemelen terug weer verdwenen en weer geworden tot het volkomen niets. Kom op, licht naar Sheshet Yemei Bereshit, zoals dat het geval was voor de zes dagen van de schepping. Dus potentieel was alles aanwezig. Als het zegt potentieel aanwezig, dan was het dus eigenlijk al aanwezig. Maar het had zich nog niet geopenbaard. En het openbaren, dat is dus het scheppen. Dat is het begrip van Bria, van scheppen. En daardoor is het dus, als we zeggen, zichtbaar geworden. Tastbaar geworden. Tastbaar, dus heel wat betreft onze wereld. Maar de hogere wereld, daar geldt hetzelfde voor. Maar dan kan ik misschien niet spreken over tastbaar. Hoewel als je een engel tegenkomt en vraagt hoe zit dat bij jullie boven, dan zal hij misschien ook spreken over tastbaar. Maar in ieder geval, duidelijk, alles bestaat alleen dankzij het feit. Niet alleen omdat het eens geschapen is en uit het geschapen dan uiteindelijk weer is voortgekomen. Maar het bestaat elk moment opnieuw. We zien Sheikh Amar Ha'arizal. En dat is wat de Ari Akadosh Rabbi Yitzchak Luria heeft gezegd. Shegam bedomeim mamash, ook in dat wat wij noemen domeim, dat wil zeggen niet sprekend, zwijgend. Maar dat is waar dus helemaal geen letters als het ware in aanwezig zijn, dus zichtbaar zijn. Als op regel 19, kemo avanim, zoals stenen, afar, stof, mayim, water. Jeesh beginat nefesh, daarin is toch ook een begrip van de nefesh, van een ziel. We gaan joet, hoe gaan niet, en van een spiritueel leven. En wat zijn die letters dan? En wat is dat spirituele leven? Regel 20, de Hainu, dat wil zeggen, beginat het napshut otiyot hadibur. Me asara ma amahot. Dat wil zeggen dat die letters waarmee Hashem alles tot stand heeft gebracht en nog steeds tot stand brengt. En dat zijn dus bij elkaar die 10 uitspraken. En zoals een beetje wordt ook gesproken wordt in het 5e hoofdstuk over die 10 uitspraken waarmee alles tot stand gekomen is. Die 10 uitspraken die op regel 21 Oma Gayot. Omahut et hadomeim, die doen leven en die doen zijn, et hadomeim. Dus als het ware de niet sprekende wereld, alles wat dus niet zichtbaar opnieuw tot stand komt. Maar die scheppingskracht is nodig, liot yesh me'ayin ma'efes, om er te zijn. Jees, dat wil zeggen, het is er, maar het ontstaat met ayin wa efes uit het totale niets. Maar het niets is dus niets, maar het niets is dus het verborgene. Maar het bestaat alleen dankzij dat niets er ook is. Maar dat niets, zoals het was, regel 22, shelifne sheshet yemei bereshit, voor de zes dagen van de schepping. Dus alles bestaat alleen dankzij dat God, dat Hashem heeft gesproken. En alles is dus een combinatie van letters die als het ware steeds weer door Hashem worden uitgesproken. Komt er een vraag? Be'afshelo huzka Hashem even ba'asarama amarot shebatora. Als we kijken dus in het scheppingsverhaal, scheppingsbeschrijving. En daar wordt dus gesproken dat Yom Elokim, toen zei Elokim, die mogen er zijn en dit en dit en dit. Dan hebben we dus uitgelegd dat niet een eenmalig uitspreken was, maar dat er een voortdurend uitspreken is. Maar je zou kunnen zeggen of kunnen denken, ja, dan beperkt de wereld zich eigenlijk tot die uitspraken en that's all. Ja, maar er is nog veel meer. Dan wat daar genoemd wordt.
Dus dat is eigenlijk wat eerder genoemd gezegd is. Regel 22 nog een keer. Lo huskar shem eben. In die 10 gezegden waar de Torah dus op de beschrijving, de schepping beschrijft, daar komt het woord Eben helemaal niet in voor. Dus hoe kan er een Eben zijn? Ja. Dus dat er die Rakia is, want het woord Rakia werd uitgesproken. En dat blijft, wordt steeds als het ware uitgesproken. En dus bestaat er een Rakia uitspansel. Maar een Eben wordt helemaal in het verhaal niet genoemd. Dus hoe kan het eigenlijk dat er een Eben is? En nog altijd bestaat, wordt geantwoord, af op diegene, desondanks, Nimshach Chayut La Eben. Ook de Eben ontvangt levensmogelijkheid. Maar hoe dan? En dat is op regel 24. Adidet Sirufim Vigilufe Otiot. Hamid Galgalot Be Reish Lamet Al Sha'arim. Panim be'achon. Tsirufim wil zeggen combinaties. En we hebben letters. En die letters kunnen dus op verschillende manieren aan elkaar worden gekoppeld. En op verschillende volgorde. Beginufe op de jood. En ze kunnen ook vervangen worden door verwante letters. En dat hele systeem bestaat uit Reish Lamed Alf, 231, Sha'arim Poorten, wat we vertalen met systemen. En dat nog wel Panim Va'agor, zowel heen als terug. Nou, als u daar verder dat daar meer van wil weten, dan moet u hem even openslaan. Kemoshi Katuk Besefa Yitzira, in het boek Yitzira. En ik weet niet of die er een noot bij staat. Zie ik het even niet staan, maar in ieder geval het Sefer Yetzira, een kabbalistisch werk, en daar wordt dat allemaal dus heel, heel uitgebreid besproken. En het woord Yetzira betekent al van vorming en van de oorsprong. Shemishtal Sheel, Me'asara, Ma'amarot, en al die uitspraken die komen voort uit die 10 gezegden. We moeten naar de volgende bladzijde gaan. Ik geef het even een keer terug. Maar even. Dus door al die verschillende lettercombinaties, daar volgt dan een gegeven moment, komt dan daar ook in voor. En dan zijn we dus nog op die regel 1 van blok 2. Siroef, shame, Eben. Een koppeling van het woord Eben. De letter Alf, de letter Beet en de letter Noem. En die komen bij elkaar. En het gevolg daarvan is, dat dus eerst in spirituele zin, maar dan ook in stoffelijke zin, er een Eben, een steen kan zijn. En dat het er is, het moet er ook blijven zijn. Hoe ga je toch zullen Eben? En dat is ook het gajoet, de levenskracht, de levensmogelijkheid van een Eben, van een steen. Want omdat het hele scheppingsproces als het ware steeds door Hashem wordt herhaald, ja, is alles wat in dat oorspronkelijke, in die oorspronkelijke tekst voorkomt, is blijvend. En zo is de Eben, de steen, eens ontstaan. En zo blijft de Eben ook voortdurend bestaan. Dat geldt dus niet alleen voor de Eben, voor de steen, maar ook regel 2. Begin begon van Nivraim. Dat geldt ook voor alle schepselen. Waar zijn die schepselen? She ba'olam. In de wereld. En dan heb ik het nu eventjes over onze stoffelijke wereld. Daar geldt dus dat Hashemot, de namen, Shenikraim ba'hem, waarmee ze genoemd zijn, Bilson HaKodesh, dus in de heilige taal,
is waarmee Hashem de wereld heeft geschapen en de wereld doet voortbestaan. Maar alles, het hele woord van Hashem, heeft dus die enorme verscheidenheid teweeggebracht en laat dat voortdurend zijn door middel van die woorden. En heen, ot yod hadibur. En dat zijn dus al die letters, de letters van de goddelijke spraak, hamishtal shalot, mimatriga le matriga, die als het ware afdalen, of kan ik zeggen, zich vormen, van het ene niveau naar een lager niveau, me asara ma'amarot shebatora, van die 10 gezegden waar de Torah over spreekt bij de schepping van de wereld. Nou, hoe ziet dat systeem in elkaar? Zegt de Rebbe hier, al die ideeën, regel 5, gilufim utumurot ha'otiyot. Dat is een heel systeem van letters die kunnen wisselen. En vervangen kunnen worden eventueel door andere letters. En dat is een resh lamed alef, dus een 231 she'arim, poorten, zo vertalen met systemen, ad shemagiot umitlapshot be'oto nivra lahachyoto. Dus al die combinatie van al die letters, die uiteindelijk leiden ertoe dat van een hoger niveau op een lager niveau zich afdaalt. En dan kan er geven ook dus iets stoffelijks ontstaan. En niet alleen ontstaan, maar ook blijvend bestaan. Waarom dat zo ingewikkeld is, met het afdalen, en dat ze waren met de gajoet, die levenskracht die dus niet meer zichtbaar is, want we zitten hier aan een tafel, maar we hebben nou al begrepen, de tafel bestaat alleen langs het feit dat er simpel tafel doet zijn, maar we zien helemaal geen levenskracht erin. Dus waarom is dat dan zo? De visje 1 praté hanivra in de cholim le kabel gajoetam, omdat alles wat er geschapen is, kunnen dat oorspronkelijke, die oorspronkelijke levenskracht, die dan weer voortkomen uit die 10 gezegden waarmee alles geschapen is. Hagayut, hanim shach mehen. Dus de levenskracht die daaruit voortkomt, is gadol maot. Is veel groter dan de schepselen ieder voor zich. En regel van 9 verder. We 1. Koach bahem lekabel hachayut. Er is geen kracht in ons om het werkelijke levenskracht te ontvangen. Ella, dan alleen, want we bestaan dankzij de levenskracht, dankzij het woord van Hashem. Maar zou het woord van Hashem helemaal zonder, het is onbegrensd in ons komen, dan waren we zelf onbegrensd en niet begrensd. Dus dat kan dus niet. Ella, al je D-regel 10, shiyoret ha-gayut. Dat die levenskracht als het ware daalt af. Om mishtalzeel, mimatriga naar matriga. En daalt af van het ene niveau naar het andere niveau. Waarbij dat andere niveau is peguta mimena, lager dan het hogere niveau. En dat is een systeem van al die gilufim utumorot ha-otiyot. Dat letters kunnen wisselen. En door je letters te wisselen, krijg je ook precies iets anders. En gimatriot. En het heeft ook te maken met gimatria, is een letterwaarde. Sheen geshbon otiot. En dat is dus de getalwaarde van die letters. En nou,
dat hele systeem bij elkaar, daaruit kan een gegeven moment ontstaan. Dus als je gaat het samen, of het labeis, of het aanhoudt, met menu nivra prati. En dat hele systeem van al die letters, en wat met letterwisselingen en afdalingen en noem maar op. Nou, ik zeg een kabbalistisch, nou, ik zeg een kabbalistisch begrip, een goddelijk begrip, maar wat in de Kabbalah dus uitgebreid wordt besproken. En hier alleen maar eigenlijk kort wordt aangeduid. En dat woord wat daar dan uit, via dat systeem uitrolt, ze shimo asher yikhe ulo belshon hakodesh. Dat is dan eigenlijk, ja, de naam van dat object, of van dat dier, of van die persoon, zoals die in de Lashon HaKodesh, dus in het Ivriet wordt genoemd. Maar het Ivriet wordt hier dus niet genoemd met het woord Ivriet, maar Lashon HaKodesh, de heilige taal. Want we zien hier dus, dat is niet alleen maar een taal zoals Nederlands een taal is, of Frans of Engels, waarmee je dus met elkaar in contact bent. Ja, maar dat is verder niks. Maar dit is een taal die doet ontstaan en die doet voortbestaan. En nogmaals, dus, dat is dus een voortdurend proces. En aan het einde van dit hoofdstuk wordt er ook gezegd dat Yesh Me'ayim Lachyotole Olam de Oraita Bekutsche Berichu Kulogat. Want we hebben het nu steeds over woorden, zoals het in de Torah staat. Ja, maar dan, hoe zit het dan met Hashem? En dan wordt hier een, ja, zo'n kabbalistisch begrip genoemd. Dat we kunnen niet zeggen, we hebben Hashem en we hebben een Torah. Ja, maar de Torah is een manifestatie, een openbaring van Hashem. Dus als het ware van Hashem zelf. En dus kan het zijn dat dus alles wat er in de Torah staat, een voortdurend karakter heeft. En dat neemt de Rebbe dan nu ook mee naar het volgende hoofdstuk. Wie neem ik aan teshuvat haminim, wie gilui shoresh ta'utam. Met dit uitgelegde vinden we ook een antwoord op de minim. Ik weet niet hoe de minim hier wordt vertaald. De heretics. Ik zeg de critici. Die naam en daarmee ook de oorsprong van een fout begrijpen. Maar over wie hebben we het dan? Hakofurim Bahashkaga Paratit. Bahashkaga Paratit wil zeggen de goddelijke voorzienigheid, maar tot in elk detail. En dat is een begrip, Hashkaga Pratit, dat wordt ook gewoon in het moderne Hebreeuws gebruikt. En ja, dus alles was wel Hashkaga Pratit. Soms maak je dingen mee, zeg, nou, hoe is het mogelijk, ja, dat het bij elkaar komt. Ja, maar aangezien Hashem dat allemaal herschept, het is niet eens geschapen. En bestaat dankzij dat proces van eens, maar het is een proces dat voortdurend bestaat. Maar nogmaals, er waren en er zijn er die zeggen, nee, dat kan allemaal niet. En ook op regel 20, over Torah, al die wonderen en wonderdalen die in de Torah worden genoemd, die zeggen, die geloven daar helemaal niet in. Waar ligt de bron van hun fout? Op regel 20 verder. Shitoim bedimyonam hakozev, shimedamim maase Hashem, ose shamayim ba'aretz, lemaase en noshvetachpulotav. Ze vergelijken het doen en het maken van Hashem, Hashem die dus gemaakt heeft, shamayim ba'aretz, de hemel, hemelen en de aarde, en die de mensen willen dan vergelijken dat, scheppen, le maase en hospita purota, zoals de mens iets tot stand kan brengen. En hoe zit het bij de mens? Kasher jetze natzoreef kli. Wanneer de tzoreef, de pottenbakker, een voorwerp heeft gevormd, shuf een hakli tzarich lidea tzoreef.
heeft dat voorwerp de handen van de pottenbakker niet meer nodig. Hoewel, want de handen van de pottenbakker zijn nu weg van datgene wat hij heeft gemaakt. Hij loopt ergens. Maar Hakli, het voorwerp dat hij heeft gevormd, Kayam, dat blijft bestaan. Betafnito, betsalman. Precies in de vorm, mamas, kashe yatsa mitzayam de mediatoreb, zoals het uit handen van de pottenbakker is gekomen. Kach, op dezelfde manier, midamin haschalim ha'elo. Deze dwazen, die vergelijken dat met Maase Shamayim Ba'aretz, met het maken van hemel en aarde. Dus zoals de pottenbakker dat voorwerp heeft geschapen en dat blijft bestaan van zichzelf, zo stellen zich voor dat eens zijn de hemelen en aarde geschapen en die bestaan sindsdien van zichzelf. Achtag mereot en de hemel hebben deel, maar hun ogen zijn als het ware bestreken daardoor kunnen ze niet zien. Ha-hefdel ha-gadol, het grote verschil, shebeen ma'ase enos, betach pulotal, wat betreft dat wat de mens creëert, dat is het iets uit iets anders wat er al is. Raak wa'alein, shemishanei ha-tsura, wa'atmuna. Het enige is dat hij de vorm ervan verandert. Mitzumunat, gatigat. Ik hoop dat we verder niet gekomen zijn met het kopiëren. Maar goed, het beeld is duidelijk. Ze vergelijken dus het scheppen van de wereld met zoals een mens iets tot stand brengt. Als een mens iets tot stand heeft gebracht, nou, dan bestaat het. Dankzij zijn tot stand brengen. Maar de persoon in kwestie hoeft er niet meer bij te zijn. Het blijft nu van zichzelf bestaan. Ja. En zo denken wij dus, of zo wil men dus voorstellen, de schepping. Ja. Maar dan wordt hier dus uitgelegd dat het dus niet zo is. Maar de schepping is een voortdurend proces. En ik zeg eigenlijk ook wat we in het Pirkei Avot zeggen, maar dat wordt al genoemd. Was ze gaan, maar rot niet van Olam. De wereld is geschapen in 10 gezegden. Ja, waarom moet dat staan? Wat is dat in 10 gezegden? Ja, onder andere om aan, daar staat wel een antwoord wat daar wordt gebracht in het Pirkei Avot. Maar waar het nu om gaat, is dus dat het bestaat dankzij het feit dat het door God gezegd wordt. En het blijft dus alleen maar bestaan dankzij het feit dat Hashem dat steeds blijft zeggen. En dus de afhankelijkheid die we hebben van Hashem is in dit opzicht is volkomen vanzelfsprekend. Ja, dat ze Hashem maar één moment zou ophouden met iets of iemand te scheppen. Verdwenen. Dat is verdwenen. Dus dat is een hele belangrijke gedachte. En dat is we zitten allemaal vandaag op Gayelu om dat te noemen. Gayel, wat hem net zei, is het de geboortedag. Van, of misschien nog niet gezegd, de geboortedag van de Baal Shem Tov. Ja, heb je het gezegd. Het is ook de dag dat hij op 26-jarige leeftijd les ging krijgen van de profeet uit de profetische tijden, Achia Hashiloni. Achia Hashilo. Het is een profeet geweest en die is verschenen aan de Baal Shem Tov op zijn 26e verjaardag. En die is dus met hem gaan leren. En heeft hem dus geopenbaard, wat wij dat nu het chassidut noemen. En die les heeft 10 jaar geduurd. En toen kreeg de Baal Shem Tov de opdracht om zich onder buiten te treden met deze gedachte. Dat wou hij eigenlijk niet, maar uiteindelijk heeft hij dat wel moeten doen. Welke eeuw was dat? De Baal Shem Tov is van 2 eeuwen terug. Ik weet niet precies het jaar, maar ik weet nog 4 jaar wordt genoemd. Ja. Het is ruim 200 jaar dat de Baal Shem Tov heeft geleefd.
historisch gesproken is natuurlijk ook de Bansum toch heel erg belangrijk geweest. Het was na de ellende, ja, wij hebben hier over 1648, dat is het einde van de 80-jarige oorlog. Maar in Europa verder was het einde van de 30-jarige oorlog. En dat is in Europa een ellende geweest voor de bevolking, maar natuurlijk voor ons Joden nog erger. Dus de Kozakken, andere van de figuren, die de Joodse gemeentes hadden afgeslacht. Ja, er was bijna niks over. Dat was het oosten. Maar hier was het de Spanjaarden. Hier waren het de Spanjaarden? Ja. Hij heeft geleefd van 1698 tot 1760. Ja, ja. 1760. Ik heb ook dat in 1960 werd ook de 200 jaar in Stellekoet, de overlijden van de Bansum, toch genoemd. Ja, bepaalde data in de Syrische kalender hebben te maken met de Bansum, toch, met zijn opvolger, de Margriet van Meseritz, en dan weer de Lubavitcher Rebbes. En ook nog eventueel andere Rebbes. Zij de voorganger van de Lubavitcher hebben? De voorganger van de Lubavitcher Renger? Van de Lubavitcher Rebbe, ja. Was hij de voorganger? De Bansum? Ja? Nee, de Bansum is opgevolgd door de Margriet van Meseritz. Ja, dat begrijp ik, maar u zegt daarnaast de Lubavitcher Rebbe, maar dat heeft er niets mee te maken. Geen voorganger. Ik weet even niet wat je met de nu een voorganger. We hebben dus een beetje aan het hoofd. Ja, de Bansum ja. Hij is opgevolgd door de Margriet van Meseritz. Ja. De Margriet van Meseritz had een aantal leerlingen. Ja. En voor zijn overlijden heeft hij die leerlingen opgedragen om ieder naar zijn geboorteplek terug te gaan. Ja. En daar die gedachten, om die te gaan verspreiden. Ja, ja, dat bedoel en zo ik. Was dus de Alte Rebbe, was een leerling van de Margriet. Ja, dus het, en is dus naar, hij heeft in twee plaatsjes gewoond, in Diadi en in en nog een plaatsje. Maar toen hij dus valselijk beschuldigd werd en bijna ter dood was gebracht. En toen is hij naar een ander stadje waar dan een edelman die met hem kennis had gemaakt, diep onder de indruk was. En toen is daar dit centrum gekomen. En later is dat, waarschijnlijk tijdens de Napoleontische oorlogen, dat de opvolger van de Alte Rebbe, zijn zoon, is toen in het stadje Lubavitch gaan wonen. Mm-hmm. En daar is Lubavitch het centrum gebleven tot in de Eerste Wereldoorlog. Lubavitch in de frontlinie kwam en toen zijn ze naar Rostov aan de Zwarte Zee. Ja, Rostov, dat zijn bekend. Ze verhuisd. En nou, dat durf ik even niet te zeggen hoe het precies van Rostov of dat. Ik weet dat de vorige keer een gegeven moment in Warschau heeft gewoond. En van Warschau heeft hij, in het begin van de Tweede Wereldoorlog, is het gelukt om vandaar weg te komen. En met het laatste vliegtuig dat nog vanuit Zweden naar de overkant is gevlogen, is dus de vorige Rebbe in New York aangekomen. Ja, en sindsdien is dus het centrum toen New York geworden. Oh ja, dus en schoonzoon. Dus dat was mijn Rebbe, zou ik zeggen. Die is ook mee geweest. Ik zeg met die vlucht. En ik weet niet met diezelfde vlucht, of misschien niet met die vlucht. Nee, hij is op een andere manier. Maar in ieder geval is hij ook in de Tweede Wereldoorlog veilig in Amerika gekomen. En is daar de rechterhand geworden van zijn schoonvader. En heeft hem later, als het ware, tegen zijn zin opgevolgd. Ze wilde helemaal hij wilde niet. Hoe kan ik een opvolger zijn van die tzaddik die mijn schoonvader was? Ja. En mijn gezin, ja, maar wij hebben helemaal niemand. Ja, maar nu ook niet. Huh? Hij heeft geen opvolger. De schoonvader. Hij heeft geen kinderen gehad. Nee. En dus er is sindsdien is er geen opvolger. Wat men wel doet, is mijn vader regelmatig naar het graf van de Rebbe. Dat is wat anders. En daar
gebeuren zulke wonderlijke dingen. Zulke wonderlijke dingen. Hele boeken zijn erover geschreven. Ja. Van mensen die daar komen en hun hart uitstorten. En op dat moment staat daar bij dat graf. En dan gaat zijn telefoon. Maar ja, man, ik krijg net een bericht dat. En dan komt er weer een andere goede tijding. Honderden van die geschiedenissen. Het is, als je daar staat, weet ik dus dat heel veel mensen bijzondere dingen mee hebben gemaakt. Ik ben er wel op geweest, maar ik heb nog niet iets bijzonders meegemaakt. Dat je zegt, hey, kijk nou eens. Maar ik weet wel van mensen die het wel hebben gehad. En die gaan nog altijd. Als je nu ook bent, dan ga je het graf van te hebben. Dat is helemaal geen vraag. Maar u bent bijzonder. U bent bijzonder. U bent bijzonder. Ja. Nee, dat wil hij niet horen. Maar ja, ik wil nu niet tegenspreken. Dat mag ik oude mensen niet doen. Dat mag niet uithouden, ja. Iedere persoon is bijzonder. Ja, iedereen heeft zijn eigen manier. Dat is waar. Ik ben wel een beetje blij met mezelf. Dat ik in staat ben. U heeft toch mooie dingen gedaan in het leven tot nu toe? Ik heb Joods Nederland. Is ook gestuurd, Nederland. Oké, goed. Mijn vader heeft al contact gehad met de Rebbe. Maar was uw vader ook Lubavitch? Nee. Mijn vader was echt een Hollander. Echt een Hollander, ja. Echt een Hollander van de seminarium heb ik geleerd. En hij deed alles ook op zijn Hollands. Helemaal precies zoals dat ging. Samen met Rabijn van Gelder, mijn oom, in Utrecht. Later in Den Haag. Hij is later in Den Haag gekomen. Rabijn van Gelder. Dat is zijn vader. Oh, zijn vader. Oh, sorry. De zoon. Rabijn van Gelder kwam uit Leeuwarden. Ja. Leeuwarden. Daar komt de familie vandaan. En van vaderszijde komen we ergens uit een dorpje ten noordoosten van Groningen. En dat kwamen we weer uit Duitsland. Dat was de eerste Levi-vorst die zich in Nederland heeft gevestigd. Waarom? Dat weten we verder niet. Bodyvorst, hebben die gekend? Dat is, ja. Mijn neef, achterneef, die heeft daar wel een studie van gemaakt. Maar we hebben nooit contact gehad, omdat ik zou weten van hoe het in elkaar zit. Dus hoe de Bodyvorst naar Nederland gekomen is. Want de van Gelders, weet ik, die komen dus uit, of op een gegeven moment uit Leeuwarden. En mijn grootvader is dus naar Den Haag gekomen. Daar ben ik naar genoemd, want in die tijd was het maar gewoon gebruikelijk naar levende grootouders, de kinderen te noemen. Ik heb een foto waar ik bij hem op schoot zit, toen ze ook 40 jaar getrouwd waren. Dus mijn tweelingbroer zit op schoot met mijn grootmoeder en ik bij mijn grootvader. Op een gegeven ogenblik, ik was helemaal niet van plan om dit vak te gaan beoefenen. Nee, het is weg in waterbouw gedaan. En toen ben ik op Alia gegaan. En ik besloot. Er waren heel veel jongelui van meneer Kiewan. Die zijn op Alia gegaan. En die zijn hun Jiddischheid kwijtgeraakt. Ze zijn helemaal vrij geworden. En daar was ik bang voor. Want ik hoorde tot diezelfde groep. En ik wilde mijn moeder, die in de oorlog is omgekomen, niet aandoen dat ik ook van de Jiddischheid weg zou gaan. En ik begreep, ik moet naar een yeshiva. Mijn vader heeft voor mij, voor ons, geen tijd gehad. Ik kan het me niet kwalijk nemen, want hij was zo een grote bezig. Kerel. Toevallig Rotterdam. Ja, grote kerel. Toevallig is hier een echtpaar, even kijken. Avra en Mirjam de Haan. Ah, ja. De dokter. De arts. De Haan. Ja, hij was huisarts. Dat weet ik niet. Hij is uitgekomen. Die twee kinderen hebben de oorlog overleefd. Oh.
Nee, dat is de ander. Die, nee. Die hebben gewoond in, op de Wallenburgerweg in Rotterdam. Mm. Dat zijn ook, alle... Goldfinger ook. Ja, maar... Een beetje later. Dat, en die, maar die hebben de oorlog overleefd. Hoe kom ik dan daarover te spreken? En die zijn nu, of zijn, ik weet niet of ze nu nog hier zijn, maar ze waren hier. En ze waren over Shabbos in Nijmegen. En daarmee maken ze dus kennis met de gazin en met zijn vrouw. En tot op een verbazing horen dat die vrouw mijn dochter is. Dus ze kwam heel Rotterdam over de oorlog. En zij wisten te vertellen dat mijn vader na de oorlog enorm actief geweest is. In Rotterdam alles weer zo ver mogelijk op te zetten. Ja? Maar hij had voor ons geen tijd. Zijn salaris was beperkt. Dus elke zondagavond ging hij naar Amsterdam. Gaf les aan het seminarium. Gaf de volgende dag les op de Maimonides. Wat toen nog de Joodse ABS heette. En dan kwam hij weer terug. Maar, en dan moest de kinderen Rotterdam moest hij ook alles regelen. En nog een tijd lang is nog een contact geweest met Den Haag. Toen Den Haag geen eigen rabbijn had. Maar ik weet niet of mijn vader daarmee... Nee, dat waarschijnlijk niet. Maar het was wel een bepaald contact. In ieder geval mijn vader. Nee, was altijd als waarnemer. Het was altijd de Gagam. Was de waarnemer. Ja. De Gagam is ook nog een waarnemer in Rotterdam. Ook ja, dus, ja. Dat kan ik maar herinneren. Hij heeft mijn vader geïnstalleerd als rabbijn. Die was ook een waarnemer. En, maar dus mijn vader had voor ons geen tijd. En dat betekent dus dat ik... de moren leren, dat was er nog niet bij. En ik begreep wel dat dit is niet genoeg. Dus ik moet naar Yeshiva. Maar ik was in Israël gekomen om in mijn vak te gaan leren. En hoe is dat toen gegaan? Ik ben begin Shabbat, of eind Shabbat, ben ik naar Yeshiva gegaan. En ik besloot naar een Chabad Yeshiva te gaan, want ik had toch wel iets daarvan gehoord en dat sprak mij bijzonder aan. Ik wist niet wat chassidut was, maar ik had in mijn jeugd, het was een keertje iemand die zat vroeg aan mij, en hoe komt u eigenlijk daar terecht? Ik zei, dat is uw schuld. Ik heb er geen iets van. Voordrachtskunstenaar. Hij vertaalde verhalen. En hij is in Rotterdam geweest en hij vertelt het verhaal van Bonzeschweig. Bonzeschweig. Die heet dus Schweig, zwijg, want hij zweeg. En dat verhaal is van een beroemde chassidische schrijvers, Jiddische schrijvers. En die vertelt over Bonzeschweig en die heeft alleen maar ellende in zijn leven. Ellende, ellende. Zijn moeder is vroeger gestorven. Zijn vader is hertrouwd met een ellendig mens. Dus die heeft hem de deur uitgegooid. En zo heeft hij gezworven enzovoort. En overal waar hij kwam enzovoort. Uiteindelijk kwam hij in het ziekenhuis terecht. Maar dan moest hij daar ook weer weg. Want dat was een andere patiënt. En hij vroeg zichzelf af of hij nog wel begraven zou worden. Hij is wel begraven. Maar het stokje, waarop stond, wie hier lag, dat is ook weer weg. Dus dat heeft iemand verteld. Nou, dat maakte op mij een enorme indruk. Dus dat was een zogenaamd chassidisch verhaal. Dus zo ben ik in de stemming gekomen. En mijn moeder, Lea Shalom, zong ook wel chassidische melodieën. En toen heb ik dus besloten, want ik moet naar een chassidische yeshiva toe. En er was al een bepaald contact met Chabad. En mijn zusje Shifra was met een Chabadman getrouwd, die net al gesneuveld is bij de Suezkanaal. En zo ben ik dus in de yeshiva terechtgekomen. Wat nog extra geweest is, dat was in de maand dus Shabbat Adar. En in Adar dan sluit de yeshiva, niets anders, en dan gaan de jongens allemaal naar huis. Dus toen ben ik dus bij mijn zusje in het Chabad geweest. En bij mijn neef Is van Gelder uit Utrecht. Daar ben ik geweest. En toen heb ik met zijn dochtertje op de fiets. Hij woonde in Ashdod. Heb ik rondgefietst. En toen zag ik een groot bord staan. Op mijn Harris Company. En die ging de haven van Ashdod bouwen.
Dus dat is mijn vak. Ja. Denk ik, hé, dat is mijn vak. Ja. En ik ben dat kantoor daar binnen gegaan. En ik heb mij voorgesteld. Nou, en ze waren wel voor mij geïnteresseerd. Omdat ik daar zou gaan werken. Maar ja, nu meteen al. En ik was net in die Chihuahua binnengekomen. Ik denk, nee, ik maak eerst die twee maanden voorover tot het Nissan wordt. En dat heb ik aan de Rebbe geschreven. Maar toen hadden de jongens gezegd, je moet een Rebbe schrijven, Rebbe schrijven. Ik snapte het allemaal niet, mijn vader is ook een rabbijn, dus of moet het. Ja, maar dat heb ik gedaan. En toen heb ik aan de Rebbe geschreven, dus dat ik die baan kon krijgen. En wat hij daarvan vond. Ik kreeg geen antwoord. Ja, dan kan ik toch wel graag antwoord hebben. En toen heb ik aan de Maspia, de geestelijke leider van de yeshiva, gevraagd, wat moet ik doen? En zei, schrijf nog een keer. Misschien is die brief niet aangekomen of verloren gegaan. Schrijf nog een keer. Nog een keer geschreven. Geen antwoord. Weer aan de Maspia gevraagd, wat moet ik nu doen? Hij zegt, ik denk dat de Rebbe wil dat je zelf beslist. Dat je zelf tot die conclusie komt. Niet van bovenaf. En dat had ik zelf ook al besloten. Maar ik had dat hebben gevraagd. Dus dan wil ik ook geen eigen beslissing nemen. Vrijdagochtend heb ik besloten. Ik blijf in de yeshiva. Voor 2 maanden of niet? Of helemaal? Helemaal. Oh, helemaal. Ik blijf in de yeshiva. En ik... dat heb ik aan de rebbe geschreven. Op vrijdag. Zondag had ik antwoord van de Rebbe. Lishnatayim lechol hapagot. Minstens 2 jaar in yeshiva leren. Ik schrijf vrijdag. En zondag had ik... En die brief was al gedateerd. Op 2 dagen nadat ik mijn brief zoveel maanden geleden had geschreven. Ja. De Rebbe heeft op daar gezegd, de secretaris, leg hem klaar. Ik geef je een teken wanneer je de brief moet sturen. En kwam toen precies aan. Minstens 2 jaar. Nou, ik heb in yeshiva in Loet geleerd. Daarna ben ik naar Amerika gegaan. Want ze zeiden, dat is niet genoeg, je moet bij de Rebbe zelf zijn. Toen ben ik bij de Rebbe zelf geweest. En toen waren er problemen met mijn papieren. En wat wilde de Rebbe van me? In Amerika blijven? Terug naar Nederland of elders. Rebbe, zeg maar wat u wil. Ik ben bereid. Dan heb ik aan de Rebbe geschreven. Geen antwoord. Maar ik moet antwoord hebben, want met mijn paspoort en ik had geen visum voor een student. Alleen maar voor een toerist. En dat was al voorbij. Maar ik kreeg geen antwoord. Dan heb ik weer aan de Maspia gevraagd, wat moet ik doen? In ieder geval het antwoord was ik heb toen aan de Rebbe geschreven, maar ik kreeg geen antwoord. Ik ben de secretaris van de Rebbe, van de hoofdsecretaris Grotekoff. Hij zei, nou, als je nog weer geen antwoord krijgt, dan kom even bij mij, dan vraag ik dan mondeling. Uiteindelijk heb ik wel antwoord van de Rebbe gekregen en de Rebbe schreef daarin dat hij wilde dat ik naar Nederland terug zou gaan. Waarom heeft de Rebbe mij zo lang laten wachten op antwoord? Zelf beslissen, zeg. Hij wilde dat u zelf besloot, of niet? Dat kan ook. Ja. Nee, maar daar hebben we al gezegd. 2 jaar in yeshiva. Ah. Op de dag zelf kreeg ik antwoord van de Rebbe. Precies na 2 jaar. De Rebbe wilde geen dag eerder aan mij antwoorden. Want 2 jaar waren we nog niet om. Een goede boekhouding had hij. En zo. Ja. En daar heb ik de hele zakken vol met post. De antwoord kwam van boven, bij de Rebbe. Ja, want de Rebbe is bekend. Wonderlijke geschiedenissen. Is er nu een moet een duidelijke spreker hebben. Is het nu zo dat er een nieuwe Rebbe gaat komen? Nee. De Rebbe heeft dus geen kinderen gehad. Want dan kijkt men het eerst naar de kinderen of die een opvolger zullen zijn. En de vorige Rebbe had wel 3 dochters. 1 dochter is in de oorlog omgekomen. En had dus 2 dochters, waarvan beide getrouwd waren. En toen de vorige Rebbe overleden is, was even de vraag van wie van de 2. Maar het lag zo voor de hand dat de andere
schoonzoon, een hele knappe man, en heel fijn enzovoort, maar dat hij niet niet geschikt daarvoor was. Hmm. En heeft zich ook, in het begin was het nog even onduidelijk, en op een gegeven ogenblik, tijdens een gesprek, zei de Rebbe, ja, dat weet ik eigenlijk niet, dat die moet ik toch eventjes aan mijn schoonvader gaan vragen. En toen begreep hij wel, dat was bij hem helemaal niet mogelijk. Dus dan heeft hij duidelijk begrepen dat die sneerzoon, dat hij de nieuwe Rebbe zou gaan. Ja, had die andere ook geen kinder? Die andere schoonzoon? Ja, die had een zoon. Dan zou toch... Ja. Dan zijn toch kleinkinderen van de Rebbe? Ja, ik weet niet hoe of... Nee, ja, hoe verder is dat? Van die familie, dat contact is toen geweest. Ah, oh, dat is niet de moeite waard om daar... Ja, het zal wel bekend zijn, maar bij mij is het niet bekend. Mm-hmm. In ieder geval is toen is de Rebbe de opvolger geworden. Ja. En toen de Rebbe is overleden, ja, toen was er dus helemaal niemand. En is het, ik zeg, de oudere chassidim die een beetje de leiding hebben gehad, hebben besloten om niemand anders daarvoor... naar voren te schuiven. En sowieso is het gebleven. En dus als men vragen heeft, dan is het veel. Dus men kan naar het graf van de Rebbe gaan. Men schrijft briefjes. Maar niet iedereen kan even naar de Rebbe toe gaan. Je kan ook een brief schrijven naar het secretariaat van de Rebbe. En secretaris van de Rebbe. Ik denk gewoon één is nog in leven. De anderen zijn intussen ook overleden. Ja. Een van mijn zoons is getrouwd met een achterdochter van een van die secretarissen. Bij Grumman. En dus wat men dus doet, dat is je kan dus naar Amerika. Briefjes sturen, kan je faxen, want tegenwoordig gaat het weer nog moderner. En wat ook velen doen is gewoon uit een boek van de Rebbe, schrijft een brief, maar voor mijn vrouw doet dat. Ja? Dus ze schrijft een brief, iemand vraagt een bracha, voor wat dan ook. En dan schrijft mijn vrouw die tekst en dan pakt een van de boeken waarvan de correspondentie van de Rebbe, heel veel van de boeken, is helemaal nog een boek voor me uitgegeven. Dus die brieven van de Rebbe. En dan pakt mijn vrouw lukraak een van die delen. En lukraak schuift ze dat tekstje erin. En dan kijkt ze wat er staat. En dat is vaak heel, heel opmerkelijk toepasselijk wat daar dan staat. Soms woordelijk. Dezelfde uitdrukking, zoals mevrouw dat heeft voor die persoon heeft geschreven, precies in die brief staat diezelfde woorden. Dus dat is het contact wat we hebben. En we hopen als Mashiach komt, dan is alles weer, nou niet gewoon, maar dan komt dan weer terug wat geen mogelijk brengt. Nou ja, goed. Oké. Dan ga je hem. Dat was wel het laatste van de brief. Oké, we zullen een nieuwe afspraak met u maken. Ik heb twee mogelijkheden voor u. Of wel of niet? Dat zijn er vier. Ik heb, maar ik weet niet of dat voor u dinges is. Ik heb een momentje. Ik moet eventjes... Nee, dat was hij. Ja, ik heb voor u... Of, maar dat is heel snel, Israël, zoek eens. Of 23 november. U mag zelf uitzoeken. Of Israël, die woensdag... Ik weet nog niet of ik... Ja, daarom dat is moeilijk iemand... Daarom zeg ik het ook. Ik denk niet dat dat... 23 november. Dus... Ook de Joodse datum ervan? 29... Kislev. Nee. Geslan, sorry.
29 Heshvan. Nou, dat kan. Dat kan, dan schrijven we dat op. Klaar. Goed. Oké. Kassiva Shiva Tawa. Zeg mij. In deze tijd. Dat neem ik even terug. Even uitschakelen. Oh, moet ik het wel uitschakelen.